Bij de HVA helpen we graag om de wereld duurzamer te maken. Dat doen we onder andere met praktijkgericht onderzoek. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat bewoners van bovenwoningen en appartementen hun afval beter gaan scheiden, ook al hebben ze thuis geen ruimte voor een rijtje kliko's? Pauline Mast studeerde product design aan de HVA. Floor Kuiper is beleidsadviseur afval en grondstoffen bij de gemeente Amsterdam. Crispijn Vadegon is projectleider en gedragsonderzoeker bij de HVA. Samen kijken ze naar de gewoontes en motieven van flatbewoners als het gaat om afvalscheiding. Pauline heeft voor dit onderzoek een dagboek ontworpen waarin allerlei opdrachten en vragen staan voor de deelnemers. Met al die informatie in de hand worden nieuwe manieren bedacht om het gedrag van flatbewoners positief te beïnvloeden. Zodat ook zij hun afval beter gaan scheiden. Duurzaamheid? Samen werken we aan oplossingen voor morgen.